Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een heel speciaal dag, dus yo. Ooit al afgevraagd, wow Ace, heb jij sponsors? Ik heb heel veel sponsors. Ik heb sponsors van Kellogg's, holy shit, Kellogg's Belgium, thanks voor de Frosties. Ik ben ook gesponsord door Campina Belgium, thanks voor de 10 liter melk. En ik ben ook gesponsord door de official Homer donuts, pink glazed donuts, fucking nice, fucking chill. Bij deze weten jullie ook wie mijn sponsors zijn, mannen. Ja, dat zijn dus mijn sponsors. Eigenlijk heb ik geen sponsors, maar echt geen één. En ik doe eigenlijk alles zelf. Maar als jij nu een gebroken hart hebt en je wil me sponsoren, onthoud dan dit. Geld maakt niet gelukkig. Maar likes wel, en likes zijn gratis, dus like de video. Als we weer meer dan 1000 likes kunnen hitten, zou het fucking awesome zijn. Het is de vorige keer gelukt, dus het moet vandaag ook lukken. Ik ben Acid, en ik zou zeggen, jongens, let's fucking do this. Vandaag, lieve jongens en meisjes, is de heel speciale dag. Want vandaag gaan wij de 10 meest erge familiefoto's ooit bekijken. Familiefoto's, iedereen kent ze wel. Ik heb er ook een. Ja, dit is mijn familiefoto. Let's go! Oké, maar dus, iedereen heeft wel familiefoto's. Iedereen kent ze. Iedereen heeft ze. Maar echt iedereen. En wij gaan vandaag de 10 ergste familiefoto's bekijken. En eens kijken waarom ze zo erg zijn. Dus laten we direct beginnen. Op nummer 10 staat de 10e foto natuurlijk. De minst erge van de top 10. En die is... Kijk, what the fuck. Ik zie gewoon dat deze familie heel cool is. Die zoon staat daar zijn mama te wergen. Je ziet dat de familie veel liefde heeft voor de mama. Die dude heeft ook wel een fucking vette Apple Watch aan, hoor. Holy shit. En die broek van die papa. Fucking stylish. Holy shit. Oké, we gaan door naar nummer 9. 9e foto. Let's go. What the fuck? Oké, dit is dus een selfie. Kan je met veel plezier zeggen tegen je vrienden. Jongens, dit is onze familie. De baby denkt waarschijnlijk dat de tet van de man de borst van de vrouw is. Want hij zuigt eraan met zijn leven. Het is wel een... Holy shit, ik heb medelijden met die baby. Die baby zit daar geplet tussen twee borstkassen. Weet niet wat er gebeurt. Hij ziet dat die mensen ook gewoon bijna naast elkaar zijn lippen kussen. Dude heeft een muts aan. Oh my god. Dit is de familiefoto anno 2015. Alles moet in selfie gebracht worden. Fuck this shit. We gaan door naar nummer 8. Ja... What the fuck? Oké, ja, een hond kan gewoon een deel zijn van een familie. Ik bedoel, daar is er niks mis mee. Maar die vlek van die hond is al fucking droog. Zo van, hey, what the fuck? Is camera. Maar die mensen kijken ook helemaal niet naar die camera. Lijkt zo op die foto van Maria en Jezus. Waarom zou je dit als familiefoto gebruiken? Oh my god, dit is echt fucked up. En dit is nummer 8. Ik wil niet weten hoe nummer 1 eruit ziet. Eigenlijk wil ik het wel weten, maar eigenlijk niet. Eigenlijk echt niet. Ik heb medelijden met die hond. We gaan over naar nummer 7. Nummer 7. Nummer 7. Oh my god. Dit is gewoon de trollface. Die baby is een legend. Die baby is exact hetzelfde als die hond van daarnet. Maar deze keer is het wel een baby. Die baby wordt gekust van twee kanten en denkt van... Nee. Ze snapt. Denk wel te Zeus. Ze snapt haar leven niet. Je ziet haar daar zitten zo van... Nee, ze snapt haar leven niet. Ze ziet waarschijnlijk voor de eerste keer in haar leven een camera. Ze krijgt haar dikke lippen van haar papa tegen haar kaak. Ze denkt waarschijnlijk dat ze wordt opgegeten of zo. Wow, yo, dit... Ik wil niet weten hoe dit kind... Welk gevoel dit kind had. Moet vreselijk zijn. Nummer 6. Let's go! Holy shit. We kunnen zeggen dat deze foto fucked up random is. De mensen wisten niet dat de foto getrokken werd. Het lijkt alsof die twee honden elkaar aan het... de liefde aan het bedrijven zijn. Heel de familie lacht er ook gewoon mee. Niemand. Jawel. Er kijkt één iemand naar de camera. Eén iemand dacht... Het is een familiefoto. Ik denk dat de bedoeling is dat ik in de camera ga kijken. Eén iemand. Al de anderen zijn gewoon aan het lachen met hoe honden elkaar aan het bevredigen zijn. Die honden lekken dan nog eens aan elkaar. Oh my god. Zelf één mevrouw kijkt helemaal weg van de foto. Nee. Dit is gewoon niet... Oh my god. Dit is gewoon niet familiefoto waardig. We gaan over naar nummer 6. Let's go! What the fuck? Dat is toch... Oh my god, ik had het eerst niet gezien. Als dit Photoshop is het fucking goed gelukt. Maar ik denk het niet. Ten eerste, fucking leuk dat ze dezelfde kleren aan hebben. Ten tweede, jammer dat die meneer zijn broek heeft geplast. Of hij is klaargekomen. Eén van de twee. Ik denk dat hij zijn broek heeft geplast. Maar toch heeft hij het zelf nog niet door. Hij staat daar gewoon nog als een trotse man. Jee,
This is my wife. Ik zweer het je, deze man dacht waarschijnlijk gewoon dat zijn broek niet op de foto ging staan. Maar hij staat daar toch gewoon nog trots. Zie, de trots hangt gewoon aan zijn gezicht. Dit is een koppel die nul schaamte heeft. Je voelt dat toch aan je broek plast. Het is lang geleden dat ik nog in mijn broek heb geplast. Maar deze man denkt van, I don't care, even if I pee my pants. Deze dude wou gewoon een chille familiefoto. Waar hij later bij zijn mama kon zeggen, of bij zijn vrienden, hey. Deze foto heb ik genomen terwijl ik in mijn broek aan het plassen was. Was een echte gangster. OG gangster. Nummer 5. Wat zou nummer 5 zijn? Let's go! Oh my god. Ik hoop dat dit niet echt is. Ik zie ook dat er een vrouw van de foto is geknipt. Misschien was het te erg. Die baby, dat is erg. Ik hoop dat het fake is. Oh my god, ik heb medelijden met die baby, jong. Oh. Ik weet niet wat die man rond zijn hand heeft, maar er hangt daar een random pin of een, weet ik veel wat, is een mes of zo in. En die heeft een baby vast. En hij lacht gewoon vriendelijk. Hij ziet er gewoon, als je al de schmink en zo wegdenkt, lijkt het gewoon alsof deze man gewoon trots is. Maar die baby kijkt alsof hij net de hel heeft gezien. Alsof hij net te weten is gekomen dat heel de wereld Illuminati confirmed is. Waarom zou je hier zelf een foto van willen nemen? Deze foto staat wereldwijd op het internet. Dus die mensen, oh my god. Medelijden met die baby. Gaan over naar de volgende foto, let's go! Ik ga gewoon even naakt op foto staan. Iedereen heeft kleren aan, maar ik ga gewoon met bloot bovenlijf, don't care. Oh my god. Why the fuck zou je dat doen? Het kan zijn dat het Photoshop is. Het lijkt niet volledig op Photoshop, maar ik zie daar toch iets raar hoor, tussen een armen. Ik ben niet zeker. Misschien is het gewoon de foto. Oké, laten we gewoon aannemen dat het echt is. Kerstavond, leuke sfeer, radiootje. Je ziet ook daar 24 december bovenaan. Gewoon leuke kerstavond. Denken ze even lekkere family picture nemen. Denkt die man even van ja, ik ga gewoon mijn nippel showen, jee. Deze, en het hoofd van die meneer is ook zo fucking droog. Ze geven gewoon geen crème. Ze denken gewoon van dit is normaal. Dit is te fucked up. Volgende foto, let's go. What the fuck is dit? Die dude heeft haar tet vast. En hij houdt een hakbijl. Het is ten eerste al fout dat die papa die borst vast heeft van haar dochter. Ten tweede houdt hij er nog eens een hakbijl tegen. Dus het lijkt alsof hij het er gewoon van kan snijden. Zoals je hesp snijdt bij de slager gewoon. Hup. Borst eraf. Die mama staat er ook gewoon van. Yeah. Er is eerste klas fucked up. Geef even toe, als je goed kijkt naar die meneer zijn hoofd. Ik denk dat hij een slager is. Hij lijkt zo op de typical slager. Heeft een hangbuikje. Heeft een leuke snor. Hij is de typical slager. Maar wat dat aan het doen zijn op deze foto, dat is gewoon crimineel. Dat is gewoon fucked up. Ergst is gewoon dat meisje ermee aan het lachen is. Buiten het feit dat haar papa haar borst vast heeft, dat er een hakbijl tegen staat. En dat er een foto wordt genomen. Oké, volgende foto. Let's go. Nee. Nee. Kijk, als ik er het eerst naartoe keek, dacht ik, oké, dit is nog grappig. Ze staat gewoon een naakt te pakken op een foto. Kijk wat dat klein meisje vast heeft. Kijk wat er daar gebeurt. Dit is gewoon verkeerd. Dat meisje is net geboren, ze heeft de piemel vast. Die jongen die daar staat, kijkt er ook naar en heeft een kleine wiener. En die vrouw staat daar gewoon, met haar grote bos haar en haar dikke tetten te kijken, dat is gewoon verkeerd. Deze foto is in alle opzichten fucked up. Ik heb hier geen woorden voor. Alhoewel dat de sokjes van dat meisje wel fucking hipster zijn, ik heb geen woorden voor dit. Was heeft die piemel echt vast? I'm so fucking done. Oké, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij nu leuk? Smash dan even dat likeje. Heb jij ook zo'n fucked up de familiefoto van je eigen familie? Ja, zeg dat dan gewoon in de comments down below. En ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij nu leuk? Zeker even duimpje omhoog. Klik hieronder voor de vorige video, de volgende video, of een random video. Ik ben Aceit en ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bitches, adios.